de openbare werkenminister krijgt zo dadelijk van de professor een rondleiding. Dat heeft allemaal te maken met de activiteiten van de professor Naipaal hier te weg naar zee. Het project dat uitgevoerd wordt, dat is in de zee. Dat is mangrovenplanten. Je weet, dat hebben we al jaren gezien. Dat werkt hier, dat werkt daar. Er zijn wat problemen, maar dat werkt. Dat heeft een voordeel voor de mensen hier die bijvoorbeeld, honing kweken. Want honing krijg je van bepaalde boomsoorten. En een tweede ding, het heeft een voordeel voor ecotourisme. Er zijn heel veel toeristen, of nou ja, sommige toeristen die speciaal komen om bepaalde vogels te, bekijken met verrekijkers. En dat kunnen ze hier doen. Dan heb je het gedeelte op land. Kijk, de golven, mangroven geven weerstand tegen de golven. Maar als het zeeniveau stijgt, ja, daar kan mangroven niet aan helpen. Dus daarvoor heb je een dijkje nodig. En dat kom ik vandaag bekijken, hoe we dat een stimulans kunnen geven. Dat is het einddoel van vandaag. En natuurlijk heb je een derde ding. Het systeem moet zich onderhouden, want een keer stop gaan we met pensioen. Toch, meneer Naipaal gaat met pensioen. Zou er toch een dijk moeten komen, minister? Nee, dus in feite hebben we de situatie gezien. Er is geen behoefte aan een dijk. Zolang je twee dingen doet. De mangrovensplant, maar dat is voor de golven. Om te voorkomen dat hij afslaat. Maar een tweede ding dat je moet doen is vanwege zeespiegelstijging moet je wel een... Je had vroeger twee wat men noemt slaperdijken, kleidijken, kleidammen. Dat had je. Maar de eerste is weggespoeld. Misschien een jaar terug was er nog eentje, die was ook waarschijnlijk al lang weg. En dan heb je nog één barrière. Dat is de volgende weg. En dat is een normale goede weg, maar die moet verhoogd worden. Toch? En het idee is dat je dat verstevigt. En dan kan je dat makkelijk ophogen. Dat is totaal geen dure constructie meer. Dus dat kom ik vandaag bestuderen en kijken. En verder gaan we dat uitwerken. Maar zijn er zelfs problemen die de professor ondervindt bij dit project? Nou, heeft hij dat gedeeld met u? Ja, dus los van het feit dat mangrove van bepaalde situaties groeit, is ik denk niet echt een probleem. De kennis is in huis, de methode is uitgetest. Het enige wat welkom is als er meer support komt om dingen versneld te kunnen doen. Dat is denk ik een van de hoofdzaken. Dus de milieuorganisaties in de wereld, als die een handje mee helpen, via de lokale organisaties, de NGO's, dan kun je het project versneld uitvoeren. Daar hebben mensen werkgelegenheid, ze kunnen het systeem blijven onderhouden. En als je hier een beheersysteem opzet, dan rendeert het geld. Dan kan het gebruikt worden en hebben mensen gewoon werk, standaardwerk hier. Dus in plaats van op een zeedijk dat te gaan zitten maaien of stenen te gaan zitten leggen, is dit een andere vorm van, zeg maar, beheer van de kustroep. En dat er nu bamboe geplant zal worden langs de weg, is dat doorgecommuniceerd met de bewoners? We gaan zeker met het ministerie van Baren werken. We gaan een pilot starten en dan gaan we kijken wat we formeel moeten doen, et cetera. Maar als dat goed bevonden is, dan gaan we de gemeenschap voorbereiden hierop. Toch? Dat we bezig zijn hiermee, et cetera. Cultuur.com is hier voor u geweest om u deelgenoot te maken van de ontmoeting tussen professor Naipaal en de minister van Openbare Werken.